We staan hier in Liseberg in het Luna Park. Nieuw hier is Luna, de nieuwe junior Vekoma boomerang coaster. En Team Park Science Report is er natuurlijk bij. Luna is de langste family boomerang die we tot nu toe gebouwd hebben. 242 meter lang. Dus zeker 500 meter rit wat je doormaakt in deze leuke baan. Hij is 33,5 meter hoog en gaat 68 km per uur. Wat ook een record is voor onze family boomerangs. So the reason why we built Luna is because we needed a coaster to bridge some of the smaller kiddie rides in the rabbit area and Liseberg Bornholm, which is a little bit more intense. So we wanted that very broad family ride that you can ride both with a 3-year-old but also with a 9-year-old or a 51-year-old for that sake. Luna is letterlijk het hoogtepunt van de uitbreiding hier op de berg van Liseberg. Zo is er ook een Zamperla Nebulas gebouwd. Nog een aantal andere attracties de afgelopen jaren. En zo hebben ze dit hele gebied hier op de berg helemaal volgezet. In de hoop dat ook meer mensen uiteindelijk hier terechtkomen. De lengte hier, 242 meter, is wel een beetje de max. 250, ja, dat zal echt wel definitieve max zijn. We hebben natuurlijk een lift en station die standaard afmetingen hebben. En met die energie moeten we eigenlijk de baan gewoon heen en terug kunnen afleggen. When you build a ride here at Liseberg, it's always complicated because of the topography of the park. You know, we are on the mountain and low in the park, you're basically building on an old riverbed. So it's always difficult. You never really know what you find when you do foundations, and this is also the case with Luna. But we've been okay with the installation of the ride, and I hope that it's gonna work well. We hebben heel veel randvoorwaarden bij betrekking tot andere achtbanen, attracties, bomen, noem maar op. Daar moesten we omheen zien te werken om toch een hele spannende achtbaan te kunnen krijgen. Verder, we wilden wel wat records vestigen. Die hebben we dus eigenlijk met alle drie gedaan, de lengte, hoogte en snelheid. En wat hier ook speciaal is, dat we eigenlijk na het station nog onder het stationsniveau komen, waardoor die nog extra snelheid oppakt. Het bouwen van zo'n achtbaan is natuurlijk altijd ingewikkeld. Ja, hier niet anders. Een van de uitdagingen die ze hier hadden, bevindt zich achter mij. Hier zit namelijk een elektriciteitshuisje en daar moest de spaak omheen worden gebouwd. Om ervoor te zorgen dat huisje niet in zou storten, hebben ze dus eerst een totale betonnen schelp moeten maken die om dat huisje heen is. En dan pas konden ze met de fundering aan de gang van de spaak. De bank is gewoon neutraal uitgelegd voor beide ritten. Dus je hebt de heenrit en de terugrit. De heenrit wordt hier onderbank, terugrit overbankt. En daar zoek je gewoon een optimum gemiddelde voor. Ja, en doordat je dus vooruit en achteruit rijdt met twee verschillende snelheden aan andere bankingsgevoelen, krijg je dus ook een compleet andere ritervaring. Bijkomend voordeel is dat het achteruitrijden sowieso spannender is voor de meeste mensen. Dus het feit dat je wat langzamer gaat achteruit maakt het ook zo leuk en prettig om deze baan te rijden. En Luna is inmiddels geopend hier in Liseberg. Je kunt het bezoeken, een van de vele junior boomerang coasters van Vekoma. En ik gok wel dat er nog een aantal in de buurt binnenkort gaan openen. Vond je dit nou een leuke video? Like en subscribe tot Team Park Science. Check onze andere reports of onze andere video's. Ik zeg tot de volgende. Hoi hoi.